Assalamu alaikum lieve mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben Mohammed Ashnin, ik ken Rotterdam, mannen. Vandaag ben ik hier met Erwinnie. Luister, vandaag gaan we kijken wat Rotterdam van Armani vindt, welke cijfers ze geven. En ja man, let's go. Zin in? Zeker. Allah. Met wie ben ik hier vandaag? Patrick, man. Patrick? Ja. Lekker man. Huh, Patrick? Ja man. Wat bestemmen nu pas? Moet je wat bij Patrick? 15. 15, kom je vandaan Patrick? Oké, jij, wat is jouw naam? Guilherme. Wat is jouw naam? Shailo. Nee, grapje bro, wat is jouw naam? Guilherme. Guilherme, hoe oud ben je? Guilherme, 16 man. 16, waar kom je vandaan? Waarom ben je niet zo rustig geworden? Gaat het? Huh? Gaat het? Ja. Hij was het heilig druk en opeens is hij rustig man. Ja man. Oké, waar kijk ik zo handig? Ben je bang? Nee. Kijk naar die camera. Kijk naar die camera al bro. Nee, ben niet bang. Je bent wel bang, ik kan de camera niet aankijken. Moet je met jij naar volhoud ben jij? 16. 16, het is heel simpel. Ik ben een content creator, maar TikTok en YouTube content. Ja? We gaan het deze week hebben over TikTok content in Nederland. Dus TikTok zien. We gaan het ook hebben over TikTokers. Ja? Het is heel simpel, we starten gewoon met de letter A en zo gaan we een paar letters voorbij, verder, ja? We starten bij Armani, dat is een bekende Nederlands TikTokster. Wat vinden jullie van Armani? Ik ben vergeten wie dat is, man. Why the fuck you lying? Zeg, Holla, heb je het vergeten wie dat is? Holla. Wij staan te lugenaar, ik stel zo hard aan hem. Armani, jij hebt het vergeten, jij niet. Foto, heb je geen ja, bro. Ik heb hier foto, Holla, ik heb daarvan ook foto's gedaan. Naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. Ken haar niet, man. Ken haar niet, maar. Wel mooi. Je kent haar niet, maar ze is wel mooi. Ja, man. Fuck met die reactie. Je begon zo met je tong te doen, bro. Ja, maar wel mooi. Ja. Wat cijfer geef je er? 8. 8. En jij? Wat vind jij van dit? Ken haar niet, man. Stop the cap. Neffel, jullie zijn zulke leugenaars. Zeg, hoe lang ben je kent haar? Hoe lang ben ik kent haar? Dus je weet helemaal niet... Ja bro, ik zeg, je moet zweren. Je bent een moslim? Nee, dat dacht ik al. Ken jij er? Nee man. Zijn alle drie campers, joh. Of zijn allebei campers, alle drie campers of zijn team, joh. Ibo toch, je weet toch, de enige echte in het team. Ja toch. Jullie kennen mij voor alle interviews, man. Ja man, soldaat nou bro. Hoe oud ben je? 24 jaar, man. Ja man, ik ben 24. Neffel, wat de fuck ben je getrouwd? Wat doe jij hier? Broer, ik zie je in de vrij... Hoe op deze wereld? Nou, ik maak grap. Jullie werden grappig gezegd. Ik zie wel sowieso genoeg loyale, maar... Ik moet 24 gezien, man. Iedere vrijdag dat ik hier ben. Iedere gelijk. Ik lijk me niet, ik ben hier niet iedere vrijdag, maar... Huh? Bijna iedere vrijdag zie ik jou. Ja, klopt. Broer, moet gewoon op iets spenden, snap je? Je bent spenden? Ik ben een big spender. Je bent een big spender? Ik ben een Mr. Big Spender. Hij is soldaat. Luister. Vandaag anders op TikTok dan normaal. Het is meer een soort onderzoek wat ik aan het doen ben. Ja, toch. Dus ik heb je mening nodig. We gaan het hebben over Armani. Ja, daar starten we als eerste mee. Wat vind je van Armani als TikTokster? Ja, ze doet haar ding gewoon. Kijk, ook al vind ik een beetje, beetje gepast wat ze doet, maar ze doet gewoon haar ding. Heel simpel. Ai. Oké, maar wat vind je van haar content? Ik heb niet gezegd, ik weet dat ze haar ding doet. Dat hoef je mij niet te vertellen, zeg maar. Dat weet ik zelf ook. Ja. Hè? Wat vind je van haar content? Content, ja, ze moet gewoon haar ding doen, man. Niffo, geef me antwoord op mijn vraag. Broer, niet, want jij geeft dan politiek correct antwoord. Daar vraag je niet om. Ik weet dat ik. Content, je moet gewoon zeggen, wat vind jij van haar content? Ja, kijk, ik zeg je eerlijk, kijk, ze showt wel een beetje veel haar lichaam en zo. Maar ben je daar fan van? Astaghfirullah, al-Azim. Astaghfirullah. Niet echt, nee. Je bent er niet fan van. Je bent niet fan als dames en lichaam showen. Nee, daar ben ik niet eerlijk. Oké, en waarom niet? Wat? Kijk, ik ben moslim, alhamdulillah. Mashallah, brother! Alhamdulillah. Wij moslims horen gewoon op een bepaalde manier ons te kleden. Heel simpel. Oké, duidelijk. Sterk, broeder, daar heb je gelijk in. Wat vind jij nogmaals van de content die ze maakt? Dus de lives, de drama's, het geld dat ze laat zien. Nou ja, als ze dat eerlijk gewoon verdiend heeft gehad, waarom niet? Waarom niet? Nee, waarom niet? Heel simpel. Oké, en welke cijfer geef je haar als uiterlijk? Als uiterlijk? Als jij niet weet hoe ze eruit ziet. Ja, ik weet heel goed hoe ze eruit ziet. Ik vind het wel jammer hoe ze is afgevallen en zo. Toen ze nog een beetje mollig was, chubby-achtig, vond ik haar wel mooi, man. Is haar leuker toen ze chubby en mollig-achtig was? Ja, gewoon eerlijk, hè. Oké, en welke cijfer geef je er dan? Ik geef haar een 8, man. Ik ben daar heel eerlijk in. Een 8? Ja, ik geef haar een 8. Maar waarom geef je haar een 8? Wat vind jij mooi? Ja, gewoon haar uiterlijk, man. Haar uiterlijk. Wanneer, wat vind je mooi aan haar uiterlijk? Gewoon haar gezicht en zo, man. Ik ben niet op die lichaam. Ben je niet fan van. Want wie ben ik hier vandaag? Nessim, man. Nessim, wat ben je, Nessim? Ik ben 15. 15, waar kom je vandaan? Ik kom van Rotterdam. Rotterdam? Ja. Soldaat Abro. En jij? Mo. Je bent Mo. Wat ben jij, Mo? 19. 19. Waar kom je vandaan, Mo? Amsterdam. Amsterdam, soldaat. Luister, ik heb voor jullie een hele simpele vraag. Ik laat jullie gewoon wat zien, moet gewoon jullie mening geven, snap je? Dini Heine, heel simpel. Sorry, heel simpel. Het gaat over Armani. Kennen jullie Armani? Ja, Armani. Oké. Zij is hier niet, zij is in het buitenland. Dat weten jullie allemaal. Nee, misschien is ze terug. Nee, ze is niet terug. Ze is in Dubai, bro.
is een noobar. Wat weet je van Armani? Ja, ze heeft al veel meegemaakt, man. Ze heeft veel meegemaakt in de zin van? Gewoon, ik heb gehoord op die Dior blush en zo. Die Dior blush. Vind je dat fijn of haar? Jawel, man. Ja? Ja. Oké, en wat vind je van haar? Vind je er knap, mooi, lelijk, zo naar haar kijkt? Vind je er mooi? Als je gewoon, ja, kijk, als je gewoon zo kijkt, ja, wat kan je gewoon zeggen? Ja, ja, zeg maar, wat is jouw mening hierover? Het is gewoon open. Ja, maar oké, welk cijfer geef je er? Einddingen. Makkelijk te maken. 6,5. 6,5, oké. Wat vind je van Armani, bro? Als persoon, hoe zij is, wat zij doet? Ze is k***er lelijk. Waarom is zij k***er lelijk? Ja, kijk gewoon naar die hoofd, man. Ja, vind je niet mooi? Nee, man. Nee? Nee, man. Oké, en verder is, wat is van haar als persoon? Ze is raar, man. Huh? Ze is raar, man. Ja? Waarom is ze raar? Wat doet ze? Wat haar raar, man? Ze gaat niet komen, ze gaat niet komen. Wat ben je vandaag? Raheel. Wat ben je, Raheel? 19. Waar kom je vandaan? België. Ben je niet koud? Wallah, nu ik zo kijk. Rustig gewoon. Nee, niet koud? Nee, rustig. Oké, mijn vraag is, wat vind je van Armani als TikTokster? Geen comment. Geen comment? Waarom niet? Ik weet niet, man. Wat vind je van Armani? Nee, ik ben in het virus. Mijn show niet jou. Ik weet niet, man. Waarom wij dit raar blijven? Dat is een moeilijke vraag. Moeilijke vraag? Ja. Oké, maar dan geef ik de tijd om na te denken, want het is heel moeilijk. Denk maar even over, wat vind je van Armani, haar TikToks? Kijk, ze moet zich... Allee, op haar TikTok is een beetje bloot, toch? Zij mag zelf kiezen wat ze draagt en zo, maar ik vind het te bloot. Mashallah, brother! Ik vind het te bloot. Ja, maar als ze wat maken, ja, ze doet haar dingen. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar wie ben ik hier vandaag? Jamil, man. Wat zo, hoe oud ben je? 19. Waar kom je vandaan? Rotterdam. Frisse jongen, hè? Soldaat, hoor, soldaat. Wat mooi, wat mooi. Wat vind jij van Armani? Nee, ik wil niet oordelen of zo, maar... Nee, je moet gewoon eerlijk zijn. We waarderen eerlijkheid. Laat me het zo zeggen. Als ik een vrouw heb en ze plaats had, dat is niet mijn vrouw, man. Oké, waarom niet? Nee, man, ze hebben plaats haar lichaam. Ze plaatst haar lichaam? Ja, man. Vind je niet hard? Nee, man. Oké, wat vind jij van de TikTok-content die zij maakt? Hetzelfde. Ze plaatst een beetje naakte dingen en zo. Astaghfirullah, al-Azim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Naakte dingen? Oké. Wat vind je van? Ze gaan naar Dubai, ze reist veel. Vind je dat lauw, vind je dat hard, niet hard? Niet hard, man. Ben je fan van haar? Nee, nee, zeker. Ben je hater van haar? Ook niet. Oké, welke cijfer zou je geven? Vind je haar mooi, lelijk? Ik heb er een paar foto's voor het geval, als je niet weet. Mensen vragen altijd foto's. Ik heb je foto's meegenomen van jou. Kijk, ze is niet mooi, maar ze is ook niet lelijk. Ze is ook niet lelijk. Oké. 7 of zo, 7. 7? Ja. Oké. En waarom 7? Gewoon zoals ik al zei, ze is niet mooi, ze is niet lelijk, man. Hey, met wie ben ik hier vandaag? Met Mootje, man. Mootje, wat ben je, Mootje? 17, man. Waar kom je vandaan, Mootje? IJsselmonde, man. Soldaat, bro. En jij? Ilias, man, ook 17. En waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam. Ik heb snel, waar kijk je nou, broer? Ik zie niemand. En jij? Emre, Rotterdam, 15. Ha! Is het Golla 15? Golla. Zieke soldaat. Wat is gezegd met deze man live? Hij is echt niet ingecheckt. Maar eens, luister, boys. Ik heb hele simpele verhaal. Het is van Armani. Eerlijke mening. Hij was gewoon TikToker. Normaal, ze leeft haar leven. Ze gaat naar Dubai. Ja, ze gaat goed. Ze gaat dik, wat moet ik zeggen? Ze gaat dik. Ben je fan van haar of niet? Nee, ik ben geen fan. Ben je een hater? Nee. Oké, vind je het er mooi? Ja. Ik heb er als foto van jou, als je wilt. Mensen, ja, het is goed. Het is gewoon mooi. Is ja, mooi? Ja. Wat ik zei vergeven daar? Goeie 8, gewoon. Ja. Goeie 8. Ah, soldaat. Oké, jullie moeten ook gewoon eerlijk zijn. Wat vind jij van Armani in de vorm? Bro, gewoon normaal standaard. 7, broer. Oké, maar wat vind je van haar als mensen gedragen, die TikTok-drama's, et cetera? Normale dame, bro. Normale dame? Wat ik vind, hoor. Ja? Ja, man. Gewoon, that's it. Gewoon, klaar. Heel simpel. En jij, Nevo? Zij is grappig, man. Dat is grappig? Ja. Ga even naast jou staan, ja? Nevo, kijk maar, broer. Kijk. Dat is ook een beetje zin, man. Huh? Dat is wel knap, man. Dat is knap. Ja. Zou je dat regelen? Oh, pardon! Doe normaal! Bro, schat. Zou je dat regelen of niet? Mijn moeder zijn, bro. What? Dus kon jouw moeder zijn? Ja, bro. Kijk eens aan, bro. Ja, bro. Hoe oud is ze? 21 of zo? 22? Ja, maakt niet uit. Ze kon zussen. Kon jouw zussen? Ja, dat kon iedereen zijn, bro. Iedereen die ouder is dan jij. Maar is geen stress. Welk cijfer geef je er? Dat is wel streng. 7,5. 7,5. Ja. Sterker, bro. Waarom 7,5? Ja, dat is gewoon standaard, toch? Mooi, wat vind je van haar? Je hebt het net gezien. Ik heb het niet gezien, man. Heb je het niet gezien? Hier. Ah ja. Hij doet dan van de camera, holla. Zie je, welk cijfer geef je er? 5. Een 5. Waarom geef je er een 5? Het is niet mijn type of zo. Het is niet jouw type. Het is niet die type. En wat vind je lelijk aan haar? Ik weet niet. Nee, je geeft hem met de reden 5. Waarom geef je er een 5? Wat vind je lelijk aan haar? Ze draagt veel make-up. Ze draagt veel make-up. Ja. Oké. Kijk dan. Oh. Ja, jullie zijn bang dat ze komt. Ze komt niet. Ze is in het buitenland. Niet liegen, ja. Zeven. Als jullie Armani kennen, weten dat jullie niet in Nederland wonen. Maar welk cijfer geef je er? 7. En waarom is 7? Geef even 1 pluspunt, 1 minpunt. Uiterlijk is wel leuk. Wat zeg je? Haar uiterlijk. Ja. Wat vind je mooi aan haar uiterlijk, Niffel? Haar haren. Oké, duidelijk. En wat nog meer? Niks meer, man. Niks? Haar lichaam, man. Haar lichaam, oké. Luister. Waar gaan ze naartoe? Hey boys, kom dan. Waar gaan ze naartoe? Hey boys. Voilà, het is altijd weer hetzelfde. Wat zijn ze over jou? 5. Waarom? Hier komen, jij mag verantwoordelijk afleggen, jongen. Kom, je gaat naast haar staan zelfs, nog leuker. Weet je dat?
vertel, wat vond je van haar? Gewoon normaal, snel. Ze gewoon 7. 7? Ja. Kan je die aankijken? Niet zo vleeg geworden, jongens, die jaar gaat. Ik ken haar gewoon van TikTok. Je ken haar, maar net ken je haar niet. Nee, maar gewoon. Stop the cap. Aina. Luister, alle die kennen jou net samen niet. Ze kennen jou wel. Twee zijn al gevrucht omdat ze jou kennen. Waar gaan ze naartoe? Ja, helaas, pindakaas. Dus, je gaat niet wegrennen van iemand die je niet kent. Ja. Wat vond jij mooi aan haar of wat vond je lelijk aan haar? Haar en haar uiterlijk gewoon. Ja, oké, wat vond jij mooi naast haar haren? Je zei nog wat anders. Ze zijn niet echt, man. Ja, ik wil niet zeggen. Wat vond jij mooi nog aan haar, bro? Het is toch positief? Waarom zeg je dat niet? Geen. Je weet niet. Zie ik kan nog gewoon repeat gooien, bro. Dan sta jij misschien echt van jou, bro. Is gewaar. Dus eerlijk ben, heb je tenminste ballen. Ja? Lichaam, hij zei dat je een mooi lichaam had. Dat vindt hij een beetje moeilijk om te zeggen. Vindt hij een beetje spannend. Nee, je hoeft niet te schamen, joh. Kan gebeuren. Kan gebeuren, jongens. Niet erg, hè? Niet erg, dankjewel. Je bent tenminste een man dat je bent gebleven. Want ja, zij zijn weggerend. We zijn echt Swimpies. Swimpies, deluxe, zou doen. Zij zei ook 4-5. Oké, okay, je kan haar lelijk vinden, maar dat was puur voor de dingen. Voor de stoer, een beetje stoer doen. Je bent opeens aan het bellen. Waar ben je? Door hun. Waar ben je? Waar ben je? Gered? Ik zeg, kom terug, Neville. Je staat fire in die video. Kom terug. Kom maar. Hij durft niet. Okay, wil je nog wat zeggen tegen Armani? Ze staat naar Nasje, het is een one in life chance. Nee. Wat vind jij van deze jongens? Kleine jongens, maar die laatste was wel schattig. Oh. Nee. Ik had hem vastgepakt. Terug. Hij wou weggaan. Ik had hem teruggepakt. Hier komen, jij mag verantwoordelijk afleggen, joh. Hoe lang heb je hem zo gepakt met zijn arm? Mannen vertegenwoordigen, dames. Bereid je maar voor, holla. Wordt mij erger. Ja, habibi. Dat zijn de woorden van Armani. Oké, en deze foto? Wat vind je van deze foto? Is gewoon een mooie foto. Is gewoon een mooie foto? Is een mooie foto. Ja? Zeker. Kijk, Armani staat hier naast. Alaikum wassalam, Armani. Hoe is het? Goed hoor, met jou? Hamla, gaat goed. Ik ben bijna schat geworden. Oh. Welke cijfer geef je, Armani? Geef maar een 8. Waarom geef je er een 8? Gewoon, ze is gewoon mooi. Het is echt zo met de broer, sterretjes. Kan ik je niet shaky doen, man? Ik ben niet zoals die boys die hier. Ben je soldaat? Ik ben een soldaat. Hoe ben je? Ik ben 24. Daarom ben je soldaat, Albro. 24 en je... Normale, neem voorbeeld. Daarom, Albro. Hey, wat was je nog mee? Je bent in? Huh? Wat ben je nog meer? Wat doe je hier iedere vrijdag? Een moslim. Nee, wat ben je, broer? Je bent een big spender. Ik ben een Mr. Big Spender. Hij heeft veel doekoe, zegt ze. Je hebt meer dan Armani, ja. Je hebt meer dan Armani, top? Dat weten we niet. Dat weten we niet. Oké. Grote vraagteken, jongens. Hoeveel wil je bankrekening? Nee. Ik heb wel zo met TikTok zal staan. Oké, maar wat vond je van haar content? Ja, wel een beetje minder. Ja. Alleen ja, maar ik doe het gewoon je ding. Hij had een opvallende opmerking. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Ik heb er niet gevolgd, ik heb het ook niet meegekregen. Ja. Blijkbaar was jij chubby en mollig. En ben je dat nou niet meer? Ja, klopt, ben afgevallen, man. Eerlijk, en dat vind je niet mooi. Wel echt mooier, man. Ja, dat vond ik je echt mooier, man. Ja, ik zelf val echt op chubby. Oh, met hem hebben we geen microfoon nodig. Heel lijn, maar luistert gewoon automatisch mee. Waar is je zwart? Zo maar, Mervinta, waar kom je vandaan? Kom op Syria. Syria? Maar ik wil wel dadelijk met jou één foto maken, man. Het is heerlijk. Armani, met je tuurlijk, ja. Hoe gaat het? Goed, alhamdulillah, met jou. Ja, gaat goed. Ik heb vragen, wat vind jij van haar als je er zo kijkt? Vind je er een mooi meisje, lelijk meisje? Ja, mooi. Mooie wakcijfer. Wat zeg jij? Wakcijfer geef je haar? 8, 9, 7, 3. Hoe oud is ze? Nee, cijfer, hoe mooi vind je haar? Cijfer in Arabisch, nokta. Ik denk 10 voor 10. 10 op 10? Ja. Waarom 10 op 10? Wil je proberen regelen misschien? Proberen misschien? Nee, zijn nee, vrouw. I'm married. Huh? Ik heb vriend, man. You married? Ja, ik ook. Ik heb... Jij ook married? Ja, ik heb... Wat doe jij vandaag blij, man? Wat zeg jij? Wat doe jij vandaag hier? Een beetje lopen, een beetje chillen, kijken naar mensen. Kijken naar andere mensen? Kijken naar Boef. Naar Boef? Ja, Sofiane. Sofiane. Hij komt naar Syrië. Ja, en jij komt uit? Wat zeg jij? Jij komt uit welk land? Syrië. Ik kom uit Syrië, maar ik woon hier 7 jaar. Ik werk rap muziek. Ik kom hier in 2017. Soldatenji. Mijn naam is TikTok Max. Max Sohbi. Ja. Zijn jou volgen? Ja, ik heb volgen bijna 4000 of 1000. Jij bent bekend. Ja. En alleen ik jou nog niet, maar nu ken ik jou ook. Dat is goed. Soldaten Oro, dankjewel. Jalla, ma'assalama, vanavond. Jalla. Wat is dit? Wat? Ja, kom Morocco. Hey, en Maghreb, in Marokko. Ik denk alleen maar Arabi. Hey, Darija. Darija. Not Fasha. Not Fasha. Not Fasha. Smeh liya. Baby, je kan Fasha? Nee. La. She speak Darija also. Gummy. Ga je mee dansen? Ja. Oh,
Wacht, kom. Hoe oud ben jij? Bijna 27. Ja, 27, lama berken, man. Ik kom, zeg maar, mijn geboortedatum 1-8-1998. 1-8-1998. Belio. Rustig, met salama. Hebben we zo'n patterig gezien als hij? Ja, raar zo'n dus. Hij leek op iemand, op wie leek hij eerlijk? Op wie leek hij? Je moet goed. Nee, helemaal niet. Hij leek een beetje boem met die snor. Op wie leek hij? Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar zeg maar, mijn is jongen, zeg maar. Zeg maar, op wie leek hij? Ja, een beetje op Omar tijd, man. Wallah, nu is het zelf. No shade, hè. Maar dat viel me gewoon op. Ja, helemaal bij die scooter de laatste Omar tijd met dingen. Maar hier komen we erbij. Ibo, wat vind jij van Ibo? Aardig lieve jongen. 24, broer. Ik zie Wallah, Romani. Wallah, hoe lang doe ik al opnames? Maanden doe ik hier in Rotterdam opnames. Iedere opname is het best dat hij hier in zijn eentje rond te lopen. Dat is gewoon die independency, toch? Ik zou het ook gewoon doen. Alleen even begrijp mij. Wallah, voor wat heb je mensen nodig, man? Snap je? Fuck niet net als anderhalve mouw duizend man op zak. Fuck mensen, bro. Ik heb geen duizend man op zak. Ik heb een paar, toch, mijn is niet broer, er. Deze tijd vertrouwen, bro. Deze is heel simpel. Het is echt diep. Ik vind deze echt diep. Wil je nog iets meegeven aan de mensen misschien? Misschien echt iets waardoor mensen gaan denken, yes, ik ga nu mijn leven veranderen. Hier. Bro, ga gewoon naar school. Ga naar werk. Maak je school af. En fuck iedereen. En dat is een anderhalf man. Die man doet het ding. Ja, we gaan door naar het volgende. Nee, jongen. Moet je hem schoen. Luister. Eerlijk. Als jullie zo kijken, wat vind je van haar outfit? Gevaarlijk. Wat dan? Waarom rent hij weg? Kleine jongens! Hé, waarom rent hij weg? Waarom rent hij weg? Hé, wat is met jouw mattie, man? Oké, vertel. Kom. Wat heb je gezegd? Je mag even herhalen wat je net over haar zei. Dior blush. Ja, veel meegemaakt. Ja, vind je dat fire voor haar? Niet, wel. Is wel fire. Fire? Oké, welke cijfer gaf je haar? Want hij had goede ruzie met Macheri en zo, toch? Macheri, Atje en Barco. Hé, wat moet je met haar afleveren? Wij weten het scenario. Oké, welke cijfer geef je dan? 6,5. Oké, en nu staat zij hier. Is zij dan anders? Is zij 6,5? Is zij lager of hoger? Huh? Is zij lager of hoger dan 6,5? 4. Aangezien ze nou naast jou staat. Ik ga die mensen hier beschouwen, maar gewoon nog steeds 6,5. Nog steeds 6,5? Ja. Oké, wil je nog wat zeggen tegen Armani? Ik heb niks te zeggen, man. Oké. Waar is je mattie? Die is weggerend. Kleine jongens, hij altijd grote praatjes. Hoe noemde hij jou? Ik weet niet, ik hoorde. Wat zei hij over haar? Ze is lelijk, zei ze. Waar is die? Die man ga je nooit meer terugzien, man. Nee, maar voilà, voor haar smaak, zo zie je maar weer. Altijd hetzelfde met jullie. En haar gedrag, wat vind je haar TikTok zelf en wat ze doet? Hoe zij is als persoon? Ik weet niet hoe zij het echt is. Je weet toch, ik kan niet... Nee, maar ik heb het over TikTok, hoe jij haar ziet op TikTok. Ik weet echt niet, broer. Ik check haar niet. Je ziet haar voorbij komen, want je hebt dingen 100% meegekregen. Van de dingen die je hebt meegekregen, wat vind jij daarvan? Wat ik heb gezien, was gewoon, ik weet niet, grappig meisje of zo. Het is een grappig meisje of zo. Gewoon grappig, eh? Ja. Oké, en wat vind je van de uitdrukking? Is ze knap, lelijk, mooi? Niet mijn type. Niet jouw type? Type. Oké, het is niet jouw type, dus je zou sowieso nog met haar gaan. Ik toch? Ik ga met haar. Okay. Je gaat niet met haar. Welk cijfer zou je alsnog geven? Qua uiterlijk gewoon. Ja, qua uiterlijk. 7. 7. Ja, 7. En waarom 7? Gewoon, ze is niet lelijk, maar ze is ook niet mooi. Ze is gewoon tussenin. Gewoon. Ze is gewoon tussenin. Ja, gewoon dat. Oké. Stel je voor, je zou tegen haar één ding kunnen zeggen. Wat zou je tegen haar zeggen? Boah, dat weet ik niet, broer. Ola? Dat weet ik niet. Oké, doe even nadenken. Geef je 10 seconden. Ik ga eerst nadenken, broer. Ja, je mag even nadenken. Zeg maar wat. Eén vraag. Ik moet één vraag stellen aan haar. Nee, wat als je één ding wilt zeggen tegen haar? Geen niet vraag, gewoon als je iets wilt zeggen. Doe je ding? Doe je ding. Oké, dat is heel duidelijk. Armani staat aan je. Wat? Armani is er. Kan je even herhalen wat je over haar zei? Ik zei niks verkeerd, ik zei gewoon dat je een grappig meisje bent, denk ik. Ah, zo die. Qua uiterlijk ben je niet met type, ik had jou een 7 gegeven. En één ding wat ik zou zeggen tegen jou is, doe je ding. Simpel toch? Ja. Zou je die dansen hebben? Nee, bro. Dat is best. Zo kom jij ook aan met frietje opeens. Ja, ik heb honger, maar sorry. Alles, pala. Nee, het gaat. Oké, wel lieve jongen. Wil je frietje? Nee, ze kan holla, denk ik. Ja, wel lieve jongen. Wat zei je nou? Wow, dan gaan we repeat gooien. Ik moet weten wat hij zei. Wat zei je? Nee, ik zeg niks, broer. Wat zei hij? Kun je dat niet zeggen? Ik zei ook niks. We gaan repeaten. Ik heb een Belgische editor. Hij gaat jou verstaan. Ja, wel lieve jongen. Dat is niet erg. Jij bent zot, ja. Hey, kijk even, wat is van hem? Ja, wel lieve jongen, man. Ik zeg eerlijk. Jammer dat ik zijn type niet ben, man. Lig er echt wakker van. Oké, go to the next one. Oké, wat geef mij één ding wat je mooi vindt aan haar en één ding wat je lelijk vindt aan haar? Nee, broer, ik weet niet. Jij weet niet. Laat me eens nog een keer foto's zien van de hoofd. Oh.
Alleen van de hoofd. Oh, van de hoofd hier? Hey broer, ik vind haar ogen eng, broer. Je hebt haar ogen eng? Ja, man. Ik zag laatst een video met die zwarte grote... Oh, okay. Ja, ik dacht die ook. Die vond ik eigenlijk ook eng. Oké, okay, als je zou zeggen, ga door met TikTok of stop met TikTok? Wat zou je er zeggen? Nee, stop, man. Of ga door en plaats je lichaam niet. Oké. Okay. Was ik je vrouw niet meer? Gooit. Wacht. Kan je even herhalen wat je over haar zei en wat je van haar vindt? Ik zei stoppen, doorgaan alleen als je je lichaam niet plaatst. Ja. Oh. Dat zei hij. Hij vond jou niet mooi, niet lelijk. Okay. Aardig. Of 7? Ja. Is eigenlijk, hij zei niet mooi, 7 is hoog. Ja, best wel hoog. Is hoog, dus eigenlijk gewoon, ja. Hij is eigenlijk niet fan van dat je je lichaam plaatst. Dat kan. Ja, kan. Toch? Ja, iedereen is anders daarin. Dat klopt. En hij zou niet een vrouw hebben, hij zou niet fan zijn als hij een vrouw heeft. Dus dat is ook ding zou plaatsen. Oh ja, ja, snap ik wel. Dat kan toch? Ja, dat kan wel. Dat kan op zich wel lieve jongens. Dus ja, kijk. Wel lieve jongens. Oh. Ja, hij is wel eerlijk. Eerlijk. Dat waarderen wij. Ja, is eerlijkheid. Dat is belangrijk. Is belangrijk. Wat vind jij van hem mooi? Ja, hij is wel lieve jongen. Hij is schattig. Ik vind dat wel schattig. Ja. Ik doe wel eens bij zo. 15? Kijk, ik weet dat ik jong lijk, maar ik ben 19. Oh, oké. Okay. Ja. Lijkt dat op 19? Nee. 3 jaar oud ben je eigenlijk? Ik ben 20, man. Holla. Ga je met de George, ga bijna trouwen. Dat is goed. Op de next one. Oké, boys, kijk alle 3 hier naartoe. Wat vinden jullie van deze foto specifiek? Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah. Oké, nee. Wat vind je van deze foto specifiek? Geen woord over, oké. Nee, ik ook niet. Dan deze foto. Deze, hè? Welk cijfer geef je deze foto? Yo. Huh? Wat zeg je? Niks. Wow, wat zei je? Opnieuw. Nee. Spreek met je als duivel. Ik kijk aan duivel, broer. Yo, wat vind je? Zal we gooien? Hij krijgt maar een... Luister. Ben je kleiner? Ja, lekker. Oké, heel simpel. Luister, heel simpel. Ik heb niemand geflasht. Sommige mensen zijn ezels, nee grapje. Heel simpel. Kun je even herhalen wat je over haar zei? Wat ben je van benieuwd, man. Voilà, ga Tara, bro. Voilà, mooie dame, grappig. Moshé. Oh ja, man. Dat is wel lauw, bro. Je wordt een beetje verlegen, is niet erg, jongen. Ik ben niet verliefd. Ik ben ook schattig, kom. En wat zei jij over haar, man? Ik zei gewoon dat het een normale dame was, voilà. Ja. Klopt. En welk cijfer geef je dat? 7 volgens mij. 7? Ja, man. Sterker, waarom een 7? Kan je dat zeggen? Oh, mooie dame. Prachtig. Mooie dame. Ja, is het echt ook een 7 of is zij hoger of lager? Normaal, is ook een 7, man. Ook een 7. Ja, man. Dan kom ik hier. Wacht, Armani, ik vind deze wel leuk eigenlijk. Wow, ik denk dat hij het. 20? What did he say? Hij is 15. Oh nee, deze man gaat de reuzenrad worden, jongens. Dames! Hey, dames, kan je even herhalen wat je over haar zei? Ik vond je gewoon mooi. Ik was geen hater, ik ben geen fan van jou. Klopt, heeft hij gezegd. Oh, ik gaf jou 8. 8, waarom gaf je daar 8? Omdat het gewoon een mooie dame. Mooie dame, nu staat zij hier. Zijn 8 meer of minder? 7. 7. Je vindt er minder mooi in het echt? Woeio! Catfish! Wow, je zegt wat is catfish? Een beetje. Woeio! Nee, fout. Nee, ik kan. Weet je, 7 is nog steeds goed en je mag het vinden, toch? Ja. Vrijheid van zijn beuiting, toch? Ja. Jullie werden grappig gezegd. Ik wil eigenlijk weten wat vond je van de boys aardige jongens? Ja, nee, aardige jongens. Omdat hij aan Marha daar. Echt waar. Ja, lekker barbeel. Ik vind het wel schattig eigenlijk. Ik vind het ook wel schattig. Ja, schattig. Nou, we zijn hier vandaag met Mo. Oh, ga je mij nou interviewen? Nee, ga niet. Nou, ik wou zingen voor jullie, want we kunnen dit helaas niet afsluiten als ik niet de Gumi ga zingen. Dus. Ja, dus doe maar. Ik zou zeggen, succes. Gumi. Gumi, regisi. Urri, humi, jamale, tjala, nee. Ewa, gumi. Gumi, regisi. Urri, humi, jamale, tjala. Ik weet niet hoe het verder gaat, maar ik vind het wel mooi. Gumi. Ja, Allah, zit hier stij. Gumi. Ja, Allah, zit hier stij. We gaan de video nu afsluiten. Jullie moeten liken, abonneren, volgen op TikTok en overal op. En volg ook Mo, anderhalve man. Het rajelons. Denk je, jolla, klaar. Het is het beste outro ooit, jongens. Moet je hem lekker naar beneden dan eerst dat nog niet heb gedaan. En zo'n sterretje ook, en zo'n mukke Younes. Oké, jongens. Beslema, tot de volgende video, jongens. Armani zegt beslema. Beslema. Oh ja, laat nog even weten in de comments wie de volgende gast moet zijn. Na Armani. Wie is de volgende? Wie wil jij dat volgende worden? Ja, ik weer. Volgende weer jij? Ja. Dus je wil hem nog even tellen. Nee, volgende die jij wat die mee gaat doen? Weet ik eigenlijk niet, man. Is er een leuke vrouwelijke TikTokster waarvan je denkt die is leuk, die kan meedoen? Luna. Amiri? Ja, ik dacht haar hierbij uit. Je dacht haar bij deze uit. Safi is goed, dus iets vanzelf. Jalla. Zeg jongens, tot volgende keer.